uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank Baarnsoest MS en Uvema. RTV Baren zoekt vrijwilligers. Wil jij aan de slag bij lokale tv als verslaggever of cameraman? Meld je aan via redactie@rtvbaren.nl. Ik heb veel Baarnaars genoten van vorstelijke proef in de Laanstraat. Bent u ook nog geweest? Nee, ik had helaas geen tijd. Ik vond het wel jammer. Ik had wel de glazen aangeschaft. Het is voor het collectors item begint dat te worden. Ja. Maar ik kon helaas niet. Dus maar ik heb wel begrepen dat het een groot succes was. Het weer zat natuurlijk mee. En er waren veel bezoekers. Ja, het was ontzettend. Dus dat is heel positief. Dat is leuk. Ja, jammer vond ik zelf dat er veel winkels niet open waren. Maar ook veel winkels, ja, dan valt het op die weg zijn. Hè? Die zijn gewoon dicht. Ik heb begrepen dat de dorpsmanager ermee aan de gang gaat, hè? Nou ja, ik herken dat er inderdaad een aantal winkels dicht zijn in de Laanstraat. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Ja, ook hier gaat de recessie niet aan ons voorbij. Nou ja, de dorpsmanager zal niet zelf voor elkaar kunnen krijgen dat de winkels weer gevuld worden. Maar hij is wel druk met de corporatie, met de winkeliers. Hij heeft vorige week een presentatie ook gehouden in de speeldoos waarin hij zijn eerste bevindingen heeft weergegeven. Dus daar is hij druk mee. En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. Ja. Ja, je merkt toch dat er toch veel mensen buiten Baren toch ook hier komen. Ja, maar het werkt ook de andere kant op. Ja. Dus wat je ziet is dat er, dat is uit eerdere onderzoeken al gebleken, toch ook leeglopen is van koopkracht van mensen die vanuit Baren die ergens anders hun boodschappen doen. Dus ja, een oproep aan mensen in Baren, als je die Laanstraat ook wil behouden, dan zou je daar ook je inkoop voor gehouden moeten doen. Woensdagmiddag is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Regenfiber over de aanleg van een open glasvezelverbinding. Hoe gaat zoiets eigenlijk, een open glasvezelverbinding? Ja, dat is een mooie kreet. Ja? Dat is inderdaad met Regenfiber is dat contract afgesloten. Of contract, daar is een samenwerkingsovereenkomst mee gesloten. Ja, wat zij gaan doen, zij gaan in eerste instantie inventariseren en dan moeten zij een bepaald percentage halen, of willen zij halen, van willen mensen überhaupt een glasvezelaansluiting, een breedbandaansluiting. Als ze dat percentage halen, dan gaan ze ook werkelijk aanleggen. En dat houdt in dat de straten open gaan, dat er kabels rond in gaan en mensen zeg maar hun aansluiting op een glasvezel kunnen krijgen. Het voordeel voor Baarn is dat dat weer iets extra's geeft. Je kan dus meerdere diensten over die glasvezel krijgen. Het kan voor mensen die thuis werken, voor ZZP'ers die thuis werken, kan het ook weer een extra perspectief bieden. Dus het is wat dat betreft wel heel positief dat Regenfiber hier aan de gang gaat. Op voorwaarde dat er ook voldoende mensen zich aanmelden. Ja, want dat moest 30%? 30%, ja. Lage vuur en buitengebied zijn uitgesloten, maar dat is denk ik te ver weg voor de aanleg. Ja, dat heeft met name met kosten te maken. Dus dat is een bepaalde kostenpost die met het aantal inwoners wat dan in lage vuur in het buitengebied zit, niet uitkwam. Dus daarvoor heeft men gekozen van nou daar dus niet. Is er al een datum bekend waarop ze zeggen van nou dat is een pijldatum? Ik dacht dat ze een half jaar bezig zouden zijn met de voorbereidingen en dat doen ze vanuit Baren. Ik las gisteren in de Baarnse Courant overigens dat ze ook mogelijk gaan sponsoren bij de ijsbaan. Dat zou mooi zijn. Dat zou weer interessant kunnen zijn dat die ijsbaan er dit jaar weer komt. Afgelopen kwartaal zijn ook de misdaadcijfers bekendgemaakt. Flink gestegen woningen in braken, geweldsmisdrijven, winkeldiefstallen, autokraken. Wat mij opviel, dat is dat de jongerenoverlast is gedaald. En heeft dat een reden? Wat trekt ze aandacht aan besteed of zo? Ja, daar kom ik zo op. Ik wil eerst even die cijfers wat nuanceren. Want het lijkt alsof het een enorme toename is van allerlei delicten. Dat is betrekkelijk. In aantallen gaat het om soms twee, soms drie. Dus in absolute getallen valt dat reuze mee. Dat aan de ene kant. En tweede is het afgezet tegen de eerste vier maanden van dit jaar.
Als je over het totaal bekijkt en dat afzet tegen vorig jaar, lopen we eigenlijk op een paar punten na. Woninginbraak is er daar één van. Daar lopen we uit de pas, dus dat zijn er meer. Voor wat betreft jongerenoverlast, dat heeft wel te maken, ga ik in ieder geval vanuit, met het toch het gerichte aanpak die we daarop hebben zitten. Samen met politie en met jongerenwerk. Ja, nu we het toch over jongeren hebben, het trapveldje op de Krabbelaan. De Cruijff Foundation heeft aangeboden dat veldje in te richten en ook een kunstgrasveld aan te leggen. Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, het is overigens wel zo dat we daar zelf ook in moeten investeren. Het is zo gegaan dat we als gemeente een soort quickscan hebben ingevuld op bij de Cruijff Foundation. Nou ja, dan voldoe je aan een aantal criteria. En dan kan je in aanmerking komen voor zo'n trapveldje. Er wordt nu een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om daar extra geld voor beschikbaar te stellen. Want dat moet vanuit de algemene reserve. Dat is in ieder geval het voorstel wat het college heeft gedaan. En als de raad daarmee akkoord gaat, dan kan het inderdaad verder in gang worden gezet. En nou ja, wat u zei, het wordt heel intensief gebruikt door jeugd, maar ook door ouderen die daar op voetballen. Dus ja, dan zou het wat intensiever gebruikt kunnen worden. Want het is nu vaak dat het wat minder qua kwaliteit is. Dan zou er permanent goed gebruik van gemaakt kunnen worden. Wordt er ook nog overlegd van wat er moet komen? Nou nee, dat is vrij standaard. Dat is zeg maar vanuit de Cruijff Foundation is dat gewoon een standaard proces dat dan in gang gezet wordt. En ik denk dat ze daar, als het allemaal doorgaat en de raad gaat akkoord, een prima plek hebben om te voetballen. Vlak bij de Krabbelaan hebben we natuurlijk de Gerenweg en Drakenburgerweg. Veel files tijdens de spits, je komt daar de weg niet over. Daar gaat nu een einde aan komen met die doseringrichting. Dat is wel heel positief, dat hopen we. Met de doseringrichting, ja. Precies. Ja, dat is een proef, want dat is het wel op dit moment vanuit de provincie. Het is niet vanuit de gemeente. We zijn er wel over geïnformeerd en gevraagd of wij daar akkoord mee waren. Maar het is een provinciale weg. Dus de gemeente heeft dat op twee andere plekken, Woudenberg en Amersfoort, hebben ze al zo'n doseerinstallatie neergezet. En Baarn is nu de derde plek waar ze die pilot gaan draaien. Wanneer gaan ze actief worden? Ik weet niet precies wanneer ze actief worden. Ik weet dat ze er staan nu. Ja. Of ze actief zijn, weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Ik weet niet precies de datum. Nee, hoe werkt het eigenlijk? Is het dat ze om een vaste tijd aan en uit gaan? Of, Nee, in principe zijn ze altijd aan. Of in ieder geval altijd beschikbaar. Het computersysteem is altijd beschikbaar. En die houdt zelf bij wat de drukte is op de wegen. Dus als daar een congestie ontstaat in die doorstroming, dan zouden ze vanzelf aan moeten gaan. En dan is het even afwachten of dat ook een effect heeft op de doorstroming en twee op het gebruik van die Drakenburgerweg. Ja, wordt er nog onderzoek naar gedaan? Uiteraard worden die gegevens worden gebruikt. Ook bij het verdere onderzoek wat gaat over sluipverkeer. Want dat is natuurlijk ook nog iets wat gaat spelen. Ja, want er komt een extern onderzoek naar het sluipverkeer. Klopt. Ja. Dat is iets wat in het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, dus het GVVP, al is aangekondigd. Om te kijken door een extern bureau wat... waar zijn nou de plekken waar dat sluipverkeer... Ja, dat zijn niet alleen de punten natuurlijk daar. Nee, het zijn meerdere punten. Torenlaan is er ook zo één. Die wordt daar ook bij betrokken. En dan hopen wij daar een advies op te krijgen van... Wat zouden we daaraan kunnen doen? En dan is het vervolgens nog de vraag van... hebben we daar de middelen voor beschikbaar? Dat zou ongetwijfeld over geld gaan kosten. Maar dat is dan van later een latere stap. Ja, pas een nieuwe griffier benoemd hier in Baren. Ja. Ja, Nelleke Boot. Ze is, ik had begrepen, ze kreeg een bos bloemen. De laatste keer kreeg ze een paar naaltjes. Ja, we hadden er al welkom geheten hier binnen de gemeente. Alleen, het is sowieso bij elke medewerker die binnenkomt, wordt de eed op belofte afgenomen. En de griffier is toch een wat bijzondere functie die specifiek voor de gemeenteraad als secretaris functioneert. Leek het ook wel heel goed om dat gewoon in de openbaarheid te doen. Om dan weer die bosbloemen te geven, dan leek het Baarnse Nauwtjes wel een aardige zin. Hebben ook burgers met de griffier te maken? Ja, met name als er onderwerpen zijn waarover ingesproken wordt, dan is het vaak de griffier die daar de contacten over heeft met de inwoners. Ook het organiseren van werkbezoeken bijvoorbeeld vanuit de raad wordt door de griffier georganiseerd. Dus dat zijn de momenten waarop je met de griffier te maken kan krijgen als inwoner.
Ja, en dan de Baarnse Cultuurprijs. Zijn er al voldoende kandidaten? Ik heb geen idee. De aanvraag is net, de oproep is net gedaan voor de Cultuurprijs en voor de Vrijwilligersprijs. En mensen kunnen via de website kijken wat de criteria zijn waar ze aan moeten voldoen. Daar kunnen ze dat nakijken. En uiteindelijk kunnen ze de aanvraag indienen of de voordracht indienen bij mevrouw Reinders. Pardon. En nou ja, dan hoop ik dat het er heel veel worden. En dan kunnen we daar een keuze uit maken. En dan hoop ik dat daar een mooie kandidaat uit gaat komen. Ja, dan uw agenda. Staan er nog... ja, u bent natuurlijk druk. Kunt u er wel van vertellen? Ja, nou, dan pakken we hem er even bij. We gaan even kijken wat er nog wat bijzonders in staat. Ik heb deze week redelijk vrije avonden. Dat vind ik al heel bijzonder en prettig. Vaak is dat druk. Ik heb donderdag een overleg met de contactcommissie Lage Vuurse. Dat is een overleg wat we regelmatig twee keer per jaar ongeveer hebben. Dus dat is donderdag. Ik heb een rondje met de fractievoorzitters ben ik aan het maken. Dus dat is gewoon weer even bijpraten. Even los van alle politieke beslommeringen ook even wat andere dingen doornemen. Dus daar zijn de eerste afspraken nu voor ingepland. Kunnen we ook eens even een doorkijkje nemen naar de verkiezingen die er natuurlijk volgend jaar weer aan zitten te komen. En aanstaande vrijdag heb ik het eerste keer het overleg met de nieuwe postcommandant van de brandweer hier in Baarn, Jeroen Moraal. Oké. Wil ik nog één ding vragen? Ja. Henk Westbroek die heeft gesolliciteerd naar de functie van burgemeester. Ja. Nu had hij zelf een paar criteria opgezomd en nu wil ik eens weten wat u ervan vindt. Toespraken houden, woordvoerder zijn, linten doorknippen, je moet goed je woordje kunnen doen. Ja. En ook handelen in een crisissituatie en een beetje stadskennis is ook meegenomen, zei hij. Ja. Wat vindt u ervan? Nou ja, het zijn volgens mij punten die inderdaad van toepassing zijn op een burgemeester. Dat, het aardige en het mooie van het burgemeestersambt is dat het heel breed is. Hè, dat heeft deze elementen in zich, het heeft dus hele vrolijke elementen in zich en het heeft ook soms hele trieste elementen in zich. Dat is het mooie van het ambt. En deze punten komen daar absoluut naar voren. Dank u wel. Graag gedaan. Maar ik merkte wel een verschil toen ik na mijn opname terugkwam op school. Dat mensen anders op mij reageerden. Dat er werd gezegd van ja, ze heeft borderline, dus je moet niet met haar omgaan. Terwijl ik nog steeds hetzelfde meisje ben als een paar jaar geleden. Alleen heb ik wat andere problemen dan andere mensen. Voor de mensen die niet goed op mij reageerden, is er nu een hulplijn die ze kunnen bellen. De hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte. Daar zitten mensen die een psychische ziekte hebben of hebben gehad. En u graag van uw probleem afhelpen. Bel 0900 0727. Bakker Baarn is sinds 1895 een vertrouwd bedrijf in deze regio. Van oorsprong een drukkerij en de uitgeverij van de Barendse Courant. Inmiddels is Bakker Baarn uitgegroeid tot een full-service communicatiebedrijf. Bakker Baarn verbindt de nieuwste technologie met vertrouwde kwaliteit. Wij bouwen websites, drukwerkportals, verzorgen interactief drukwerk, crossmediale toepassingen en gepersonaliseerd drukwerk. Kom naar www.bakkerbaarn.nl. Wij hebben nu de grootste collectie stoere en stoeibestendige kinderbrillen van Baren en omstreken. Kom snel langs met je ouders en maak de blitz op school met je nieuwe bril. Dank u.
nu zijn we te gast bij op de dinsdagochtend. Is dat ook voor competitie? Ja, je speelt natuurlijk zelf competitie. Is het voor recreanten? Het is gewoon voor recreanten. Mensen die geen tijd hebben op andere avonden te spelen. En in het verleden is het ontstaan uit een aantal moeders met jonge kinderen. Die op de gewone avonden niet meer konden spelen. Die hebben het initiatief genomen en een zaaltje gehuurd hier bij de Trits. En de kinderen gestald bij Tante Door. En achter de bar. En konden ze hier 2 uurtjes badmintonnen. Tante Door is er ook nog steeds? Nee, die is er niet meer. Nee. Dat is een figuur, een beroemd figuur uit het verre verleden. Ja. Tante Door en Frits van Rijn. Ja. Badminton is volgens mij al een hele oude sport. Ja, volgens mij wel. Ik heb me niet zo verdiept in de geschiedenis. Maar het komt uit Engeland. Uit volgens mij een plaats badminton waar het ontstaan is. Ja, hier zien we nu 4 velden. En ik zie nou mensen op een veld staan, maar er zijn ook een heleboel lijnen in alle kleuren. Word je niet een beetje kippig dat je denkt van, wat is eigenlijk het badmintonveld? Welke lijnen? Het badmintonveld zijn die blauwe lijnen. Je hebt dan een veld nodig, je hebt een net nodig. Is dat een bepaalde hoogte? Ja, volgens mij is dat 1,52 meter hoog, maar dat zou je allemaal op de site kunnen zien. Maar volgens mij is dat zo, ja, 1,52 en een shutteltje heb je nodig. Daar heb je volgens mij ook heel veel verschillende soorten in. Ja, speel je competitie, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dan moet je door de bond goedgekeurde shuttles hebben. Dit is een plastic shuttle waar we de recreanten mee spelen. Nou ja, naast een shuttle is een racket ook wel heel handig bij badminton. Daar, ja, als je dat in de winkels wel eens ziet, hetzelfde als met tennisrackets, dan zie je soms door de bomen het bos niet meer. Als mensen nou denken, het lijkt me leuk om te gaan badmintonnen, kom je eerst even kijken. En als je dan een racket aanschaft, waar moet je een beetje op letten? Nou, je moet gewoon niet gelijk een racket kopen. Okay. Je moet gewoon eentje lenen, natuurlijk. Ja. Dat kan ook hier bij de club? Ja, er zijn altijd wel mensen. Nou, ik heb er sowieso altijd al 2 in mijn tas. Okay. En dan kan je gewoon een racket lenen en dan kan je kijken waar je lekker mee speelt. Nou, mijn naam is Frank Oorwerf, ik ben de voorzitter van BC Insight 82. Een vereniging, badmintonvereniging die sinds 1982, het zit al in de naam, bestaat. En we zijn een vereniging met ongeveer 150 leden, waarvan ongeveer 55 jeugdleden en de rest senioren. We spelen ook competitie, sowieso bij de junioren, maar ook bij de senioren. Op dit moment hebben we bij de junioren 8 teams en bij de senioren 6. Maar we zijn natuurlijk altijd op zoek naar uitbreiding, want we kunnen altijd nieuwe leden bij. En zeker zie je de afgelopen jaren merken we toch wel dat het steeds moeilijker wordt om leden binnen te krijgen. Nou, binnenkrijgen is niet eens zozeer heel moeilijk, maar om ze juist vast te houden. En niet zozeer bij de jongste jeugd, want daar merken we toch wel dat er behoorlijk wat aanwas is. Voornamelijk vanuit de high five evenementen. Maar bij de senioren gaat het heel erg mondjesmaat. Terwijl het natuurlijk gewoon een hele leuke sport is. Ja. Maar volgens mij, ik ben zelf ook jaren lid geweest. Ja. En vanochtend zag ik toch dat ik denk van, die spelen al bijna 100 jaar. Je hebt toch ook een hele harde kern die echt al jaren speelt. Klopt. We hebben een hele harde kern. Juist van mensen die inderdaad al na decennia, zou ik bijna willen zeggen, in ieder geval vanaf het begin. Misschien zelfs van daarvoor al, toen de vereniging van Excelsior heette, al bij ons spelen. Maar juist het clubje dat binnenkomt, probeert het een tijdje en haakt daarna weer af. En dat is heel moeilijk om dat vast te houden. Terwijl we wel van alles proberen om dat juist in stand te houden. En ook die mensen enthousiast te houden, zodat ze ook langer lid blijven. Gelukkig zien we ook wel dat de jeugd natuurlijk op een gegeven moment doorstramt. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen ze ook gewoon in seniorenteams gaan spelen. Maar we proberen ook, niet alleen aan de onderkant, de jeugdleden, maar ook juist gewoon senioren die zoiets hebben van, ik wil weer wat gaan doen. Ik wil ook iets gaan doen waarin ik redelijk snel mee kan spelen op recreatief niveau. Proberen we daar ook gewoon in mee te nemen. Dus mocht je dat leuk vinden. Is de jeugd die nu dan speelt, die stroomt door. Weet je ongeveer een percentage dat doorstroomt naar de volwassenen? Dat is heel wisselend. Heel wisselend. Het liefst zouden we zien dat iedereen dat doet. Maar heel veel kinderen die hebben tegenwoordig meerdere sporten of andere hobby's. Of spelen een muziekinstrument. Vanaf een bepaalde leeftijd veranderen de interesses ook een beetje. Een exact percentage kan ik niet vinden, maar het mag wel wat meer zijn van ons. Ja,
Ja, dat is aardig wat jeugd. Of is dit al de alle jeugd die er is of nog maar een gedeelte? Nee, op dit moment is het alleen de teams die competitie spelen. En daar is niet eens iedereen van aanwezig. Omdat er toch een aantal kinderen huiswerk hebben en door de week moeite hebben om alles voor elkaar te krijgen. Maar in totaal hebben we iets van 55 jeugdleden. Wat doen jullie eraan om de jeugd bij badminton te houden? Het gezellig maken, sportief, goede trainingen geven, stimuleren dat we competitie spelen. Uitnodigen voor acties zoals het Dutch Open kijken in Almere, dat is binnenkort. Voor de high five proberen we in te schrijven zodat er weer nieuwe kinderen komen. Want iedereen wordt ouder en het is leuk om kinderen die vanaf 6 jaar kunnen sporten, om die erbij te krijgen. Ja, je beantwoordt eigenlijk mijn volgende vraag, want ik wil de vraag, vanaf welke leeftijd kun je bij badminton? Maar vanaf 6 dus? Ja, vanaf 6 ben je welkom, dan willen we graag al een keertje kijken hoe het gaat. Het hangt een beetje van de motorische ontwikkeling af, daar ben ik zelf heel erg in gespecialiseerd. Dus een enkele keer vraag ik ouders om toch eerst even wat anders te gaan doen nog. Maar een jaartje later kan je dan altijd wel weer beginnen. En het is een makkelijke sport om mee te starten, dus dat is leuk. Ja, het wordt vaak vergeleken met, het is een beetje net zoals badminton op de camping, hè? Maar als ik dat hier zo zie, is het toch wel heel anders. Ja, het is een hele leuke vergelijking, maar het is het grootste verschil wat er is. Want op de camping moet je de shuttle in de lucht houden. En hier in de sporthal moet je juist naar beneden, want dat is de strijd. De shuttle aan de andere kant zo snel mogelijk op de grond krijgen. Ja. Vanaf welke leeftijd kan jeugd aan competitie meedoen? Nou, het is meestal dat wij zo vanaf 8 jaar ze adviseren om mee te gaan doen in een team. Achter in de hal zie je de jongste jeugd van ons, die zijn 9 jaar. Die hebben vorig jaar voor het eerst competitie gespeeld. Er zijn natuurlijk van andere verenigingen ook veel kinderen die vanaf 8, 9 jaar competitie spelen. Dus dat gaat heel goed. Leuk. En jullie badminton, hè? Hoe is het mogelijk? We zijn bij de badmintonclub. Hoe lang speel jij al? Zo 4 jaar ongeveer. 3 jaar. En spelen jullie ook competitie? Ja, onder. Ja. Spelen jullie samen in het team? Nee, ik speel onder de 15 en onder de 12. Als de kinderen thuis nou dit filmpje zien en ze denken van, goh, ik vind het misschien wel leuk. Wat vind jij nou leuk aan badminton? Waarom moeten de jeugd van Baren allemaal naar badminton komen? Nou, het is super gezellig, de training en zo. En ja, het is gewoon heel leuk. Je leert veel in de trainingen en kan competitie spelen. Heb jij nog een aanvulling? Ja, je hebt soms ook gewoon met je, zeg maar, je hele team van badminton gewoon, soms ook gewoon pannenkoekentoernooi of zo. En dat is ook gewoon heel gezellig en zo. De speelregels, of de puntentelling moet ik zeggen, is veranderd. Is dat bij de jeugd ook zo? Ja, maar dat is al een paar jaar. Het is vrij eenvoudig. Het is eigenlijk, wanneer je een punt scoort mag je doorgaan met serveren. En als het fout is, dan mag de ander weer serveren. En dat is elke keer tot 21 en dan moet je 2 sets winnen. Ja, maar de puntentelling gaat gewoon dan door. Niet zoals vroeger dat je alleen punten kan maken als je serveert. Nee, je krijgt ook een punt wanneer de tegenstander serveert maar een fout maakt. Dan heb je er gelijk eentje bij. Schiet lekker op. Hebben jullie hier echt hele goede jeugd? Ja, misschien mag je geen namen noemen, maar echt dat je denkt van dat is echt een heel goed talent. Ja, die hebben we zeker hier in Baren hebben we echt een goed talent. En ik weet inderdaad niet of ik een naam mag noemen. Maar zij staat geregeld in de Baarnse Courant. En zij mag dit weekend uitkomen voor de jeugd onder de 13 jaar. En gaat kijken of ze daar kan winnen. Dus dat is echt een hele goeie. Ja. Kinderen die nou dit stukje op televisie zien en denken van, ik wil het wel eens een keertje gaan proberen. Wat moeten ze gaan doen? Vrijdagmiddag om 5 uur in de Gerenhal kunnen ze zo vrijblijvend komen. Dus dat kunnen ze doen om eens te kijken van, is het wat? Om een keer te proberen. Ze kunnen natuurlijk naar de website, bcinsight82.nl. En daar kunnen ze even zien wie de contactpersonen zijn met wie hun ouders of zij zelf kunnen bellen. Afspraak maken wanneer ze weer een keer willen komen. En straks met High Five. Gewoon inschrijven en kom maar. Ja, waarom is badminton zo leuk? Het is lekker snel. Het is actief. Het is sportief. Je kan het doen in wisselende samenstellingen. Je kan het heel snel leren. Wat ik net al zei, je kan eigenlijk vanaf elke leeftijd kan je spelen. Vanaf relatief jonge leeftijd tot
nou ja, voor mij tot dan 100 jaar, afhankelijk van hoe fit je zelf nog bent. En iedereen op zijn eigen niveau. Jaar geleden, op 14 september 1973, werd toneelvereniging Karakter opgericht. Met het éénactefestival en twee keer per jaar een mooie voorstelling in de speeldoos timmeren ze nog steeds goed aan de weg. De leus van Karakter, gezellig, maar prestatiegericht, geldt na 40 jaar nog altijd. Toen is Karakter dus gekomen. Toen hadden we natuurlijk geen geld. Toen hebben we gelijk maar besloten dat iedereen die lid werd 15 gulden, dan praten we natuurlijk over 40 jaar geleden. Dat was toen toch nog wel wat meer geld. Iedereen moest 15 gulden betalen. Plus dat we allerlei brieven weggestuurd hebben naar verschillende bedrijven. Of we misschien 25 euro zouden willen storten. Herman Egberts, de kapper, die hebben we benaderd en die bood aan om de eerste keer gratis te grimeren. Dus dat scheelde ook een hoop geld. Bob van Heemrik van de toenmalige Astoria, die heeft ook een klein beetje met de prijs rekening gehouden. Als je die eerste avond dat we speelden, als je toen mijn huiskamer gezien had, dan zou je denken, wat zijn het woonwagenbewoners geworden? Want er stond helemaal niks meer, want er stond allemaal van de teding. Maar de Astoria was natuurlijk maar een klein stukje. Ja. En er was maar één probleem. 'S Nachts om 2 uur moest alles weer teruggebracht worden. Ik kan de volgende dag wel wonen natuurlijk. Ja. Dus dat, zo is eigenlijk het hele spul ontstaan. Op de dinsdagavond is eigenlijk de echte toneelavond voor ons. En dinsdagavond is er meestal wel een man of, zeker naarmate het wat verder komt, is er toch wel zo'n man of 15, 16, 17 aanwezig. En dan, dan krijg je het. Er zijn mensen bij die kleding moeten doen, de inspecientes, regie, mensen van het decor, souffleur. Ja, die zijn er allemaal natuurlijk. En dat zijn meestal wel vaste mensen buiten dan inspecienten. Dat is niet altijd vast. Maar Kees die is geloof ik onderhand al 38 jaar souffleur. Andries doet al zo'n 20, 25 jaar het decor. Ja. Henk van de Hessenweg die is eigenlijk begonnen als regisseur. Dat was dan een barenaar en die heeft de eerste 3 jaar, als ik het goed heb, toen verliet die baren. Hans Pijpers was zeker in het begin, toen hij regisseerde, was het echt een regisseur van typetjes maken. En dat kon hij fantastisch. En we hadden gelukkig de mensen die typetjes uitstekend konden vullen. Harry Polder was iets meer dat hij zei, mensen, je moet vanuit jezelf spelen. Maar ja, toen kwam Bob Leuwenstein en Bob Leuwenstein, die zei gewoon van, je moet jezelf zijn. Je hoeft geen hoge stem te doen. Niet te veel typetjes. Dat typetje bij jezelf. Ja, en daar heb ik zelf dan ook ontzettend veel van geleerd. Maar ja, hij is 12 jaar hier geweest. En Bob was natuurlijk een regisseur. Ja, hij is hoofddrama geweest bij de NCRV. Ja, hij heeft een van de eerste series die hier in Nederland gespeeld hebben op het eiland Texel. Dat heeft hij daar helemaal opgenomen. Dat heeft hij geregisseerd. Ja, dat is zo'n gigantische vakman. Ja, het jubileumstuk wat jullie gaan spelen wordt geregisseerd door Mark van Driel. Ook weer een hele andere inbreng. Ook weer een hele andere. Ook weer leuk, hè? Ja, nou ja, natuurlijk. En het leuke is natuurlijk ook dat het een barenaar is. Waardoor. Maar het is weer een hele andere regisseur. Mark werkt natuurlijk heel veel met jeugd. En hier werkt hij met rijpere mensen. Dat is een duidelijke stukje verschil in. Ja, natuurlijk als ik dan binnen, dat zag je toch? Ja, ja. Ja, waar heb je het dan toch in hemelsnaam over? Vroeg je haar om vergeving of God? Vergeving? Waarom zou ik om vergeving moeten vragen? De wetenschap dat alles wat je gedaan hebt onberoepelijk is, die kan haak aankomen. Dat is het, hè? Niets kan worden teruggedraaid. Niets kan worden goed gemaakt. Ik ben nu sinds 7 jaar lid, sinds juni 2006. En waarom ben je hier gekomen? Dat is op zich wel een grappig verhaal. Ik was met de buren en waren we samen aan het eten. En ik was een beetje gek aan het doen aan tafel. En toen zei mijn buurvrouw, goh, je moet op toneel. Ik zeg, oh, dat lijkt me heel leuk. Ik zeg, maar dat durf ik toch niet alleen. Ze zegt, ik ga met je mee. Ze zegt, maar ja, waar moeten we zijn?
En toen bleek dat mijn overbuurman Leo, die werkt bij de speeldoos, daar ben ik even naartoe gegaan. Ik zeg, Leo, ik wil graag lid worden van een toneelvereniging. Weet jij er een? Hij zegt, dan moet je lid worden van Karakter. Hij zegt, daar spelen mensen met plezier. Het is heel gezellig, maar er staat ook echt iets. Nou, toen zijn we samen naar Karakter toe gegaan en we vonden het zo gezellig. Dus zodoende zijn we gebleven. Lieve schat, jij wil dat ik me distancieer van Karel. Alright, dat zal ik doen. Als jij nou zijn dochter tot barones maakt, hè, dan zijn we uit de financiële zorgen. En dan kan je mij onderhouden. Ik had helemaal geen ervaring. Nee, dat klopt. Dus ik was wel benieuwd van ja, zouden ze het wel leuk vinden dat ik kom? Ik was toen 36, geen ervaring. Maar eigenlijk werd ik met open armen ontvangen. En zodoende heb ik het, een beetje geleerd. Ja, ik wil net zeggen van hoe gaat dat dan? Je mag een keer wat voorlezen en dan een klein rolletje vervullen. En dan langzamerhand durf je ook steeds meer, want in het begin durf je ook niet zo heel veel. Maar je moet even over een drempeltje heen om je in een rol te verplaatsen. En je wordt hier ook niet uitgelachen, ze helpen je. Dus het is eigenlijk een hele veilige situatie om een beetje te leren acteren. Het is echt een festival wat hoog in aanzien staat, dat verenigingen graag mee willen doen. Het is ooit ontstaan dat je ook eens iets anders kunt brengen dan een klucht of een blijspel. Dat je of iets heel serieus of iets heel doldwaas kan doen. En dan moet je toch in een tijd van 20 minuten een stuk neerzetten. Waar je in een avondvullend stuk misschien makkelijker is. Want dan kan je de hele avond erover doen om de clou te vertellen. Maar bij een één acte moet je echt in die 20 minuten moet je het helemaal maken. En dan is het ook erg leuk dat er een jury is. Het is ook verdeeld over 2 avonden. En dan de jury beoordeelt die 8 stukken op beste stuk, regie. Beste acteur of actrice, daar hebben we ook prijzen voor. En dan de tweede avond, dan is het moment suprême, wie dan de hoofdprijs heeft gewonnen, of prijs 1. En we hebben een tweede prijs voor beste stuk en een derde prijs. En daar kan je ook een hoop van leren. En we hopen ook dat de jury altijd een beetje opbouwende kritiek heeft, waar je ook iets mee kan doen om proberen het volgend jaar nog weer wat beter te doen. Ik heb van de week toch zulke leuke felle papier op de markt gekocht. Moet je kijken. We hebben een leescommissie. Die bestaat helaas maar op dit moment uit 2 mensen. Die zoeken toch stukken. Mensen melden zich aan of ze graag willen spelen, ja of nee. En dan wordt er geprobeerd een stuk bij te zoeken. Heb je genoeg mannen? Heb je genoeg vrouwen? En zo wordt er heel veel stukken gelezen. En uiteindelijk een keuze gemaakt in overleg met de regie ook. Ik denk dat we op de goede weg zijn en dat we net zo door kunnen gaan zoals we nu zijn. En we hopen ook dat we genoeg jonge aanwas krijgen om toch te zorgen dat de vereniging een bestaansrecht heeft en door kan gaan. Ja. Nou, ik denk dat we inderdaad als vereniging... We werken hard voor een goede voorstelling neer te zetten. Om dat aan de mensen, de Barenaars en de omgeving te laten zien. Met heel veel plezier en hard werken. En we zijn een vereniging die lief en leed delen. En het zijn gewoon een stukje familie is het ook van me geworden. En dat wil ik graag zo houden, ja. Lena Katina werd bekend met het duo Tatu, maar is nu compleet gefocust op haar solocarrière. Ze was voor promotie te gast bij het programma Ploeg Door Tot de Nacht op Baren FM, waar ze een akoestische set ten gehoor gaf. Daarna ging het door naar Radio 538 in Hilversum. I'm a serious shit, I feel totally lost. If I'm asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe? Such a perfect surprise. I keep asking myself, wondering how. I keep closing my eyes, but I can't block you out. Wanna fly to a place where it's just you and me, nobody else, so we can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head.
Lena, Katina. Maar inmiddels zijn er ook al redelijk wat fans de studio binnengedrongen. Stel je even voor. En waar komen jullie vandaan helemaal? Ik ben Simone de Deugd. Ik kom uit Rotterdam. En ik ben een enorme fan van Lena Katina. Oké, nou, ze gaat zometeen hier live akoestisch. Ben je wel eens zo dichtbij geweest? Ja, toevallig zaterdag in Keulen. Oké. Bij Twan Weekend. En jij? Hoi, ik ben Dennis. Ik kom helemaal overgevlogen vanuit Amerika. Maar ik zit nu een tijdje in Nederland bij mijn moeder weer. En Lena komt en helemaal geweldig. Nou, helemaal geweldig dat jij hier ook aanwezig bent. If they hurt you, they hurt me too. So we'll rise up, won't stop. And it's all about us. That's the thing that they can't touch, 'cause you know. Tenny Type Eriksson en Russian Lullaby. En hoe toepasselijk ook, want hier bij mij inmiddels aangeschoven in de studio, Lena Katina. Good evening. Good evening, everybody. I'm actually Russian, so Russian Lullaby is not happening. How is everything? Oh, it's great. Thank you. Yes, you're now on a solo career. You started with Never Forget, and it's started now with The Flow. You had a great fan weekend in Cologne this weekend. Yes, it was amazing. We had two shows. Yeah. And the first show was really big, and then the second one was an acoustic set, and it was such a great atmosphere. So warm, so nice, and all the people, you know, the fans came to see me. It was really great. I'm so happy that it happened. What can we expect in the next hour at the acoustic set? Well, you can expect one of my favorite songs. It's actually a cover for Foo Fighters' song The Best of You. Mm-hmm. I really love that song, and me and the guys are doing it pretty often. I got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got their chains to break, holding you. Were you born to resist or be abused? Is someone getting the best of you? Is someone getting the best of you? Are you gone and on to somewhere new? I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. I was too weak to give in. Here is the new single, Lift Me Up. It is dedicated to my fans. So you lift me up. I love you guys. And this song is for you. When I feel all alone, losing faith, can't go on. When I start breaking down, with my strength running out, when I'm searching, falling, drowning, when I'm blinded by the dark, I feel you all around, I feel you all around, you know me inside.
tell myself all the time, don't be scared, you'll be fine. When your world falls apart, hold on to your dreams, don't give up. Searching, fighting, hoping, when I'm blinded by the midnight, and we're having a midnight show. It's like funny and great horse. So you'll see some more footage later. Yeah. First of all, welcome to our show. Oh, thank you. Ladies and gentlemen, and people, and dames, and ook jongens. Dit is, how do I pronounce your name right? Lena? Katina. Lena Katina. Yes. Because I said yesterday Katina, but it's not good. Yeah, everybody's saying Katina. Katina. That's, yeah, I got used to it, but really, realistically, it's Katina. Lena Katina. Yeah. And, well, most people will know you from Tattoo. Yeah. Does the group still exist, actually? Well, we broke up in 2009, and we actually were not even in touch for around 4 years. And then Interscope decided to do a re-release of our first album because it was 10th anniversary. Yeah. So they asked us to promote it a little bit, and we had a show on the show Voice in Romania. The Voice? Okay. Yeah, so that was the first time we performed. Okay. Yeah, that was the first time. So now we're playing some shows together from time to time, but both of us are doing solo careers, and that's what we're concentrating on. And that's the reason why you're here. Thank you. Lena Katina. Yeah. Live on 538. You got it. Waarop je ze eens extra mag verwennen. De hond, de poes, de papegaai. Wat extra lekkers en een extra ei. Omdat het van die lieve schatten bennen. Zijn jullie met z'n drieën alle opdrachten aan doen? Nou, eigenlijk hij, maar ik schrijf het, laat maar zeggen, op. Ja. En ja, we helpen hem een beetje. Is het moeilijk? Yannick? Nee. Nee? Nee. En vertel eens, wat moest je allemaal invullen dan? Hoeveel eieren legt een haan per dag? Nou, en? Nul. Waarom? Omdat het een jong is. Helemaal goed. En wat nog meer? Wat moest je nog meer doen? Weet je dat nog? Ja, hoeveel duiven er zijn? Er zijn er 9. Je bent goed aan tellen geweest. Hartstikke goed. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ze hebben 4 pootjes, hè? 24 tenen. Ze hebben 4 tenen, Yannick. En dan moet je 4 tenen per pootje. Dus dan is het 4 plus 4 is... 8. En 12.
Ja, 12. En dan plus 4. 16. 16. Dus hoeveel tenen heeft de konijn? 16. Heb jij ook nog wat opgelost of niet? Nou, ik hielp hem een beetje en zo. En ik zeg waar de dieren zijn en zo. Want... En jij schrijft het voor ze op? Ja. Ja. En ben je al klaar of niet? Nee, we zijn nog op de helft, denk ik. Oké. Goed, nou veel succes verder. Ja. Waar zijn ratten? Ratten. De hamster en de cavia die krijgen extra hooi. De muizen extra zaagsel en een speeltje in hun kooi. Een molen om in rond te hollen. Zie ze nou eens lekker dolle. Jongens, kijk nou toch eens wat mooi. Kijk dan die, kijk dan, kijk hem, kijk hem, kijk hem, kijk hem, kijk hem. Ja. Kijk eens zo mooi. Moet die zo worden? Ja? Joh, wat mooi. Heb je ook beesten thuis? Of niet? Ik heb een squinten niet thuis. Nee? Kom je dan hier eventjes beesten eten geven en zo? Ja? Ik heb wel een beesten, twee beesten thuis. Een vis en drie vissen en één konijn. En heb je die met dierendag ook wat lekkers gegeven? Wil je dat tillen? Ja, maar een cracker heb de konijn en het duifje en ik heb de vissen voeren. Vind je het mooi geworden? Ja. Echte prinses? Ja. En wat heb jij op je hoofd laten schilderen? Angry Birds. Ja, vond jij dat mooi? Ja, want mijn moeder is daar heel te gek op. Ja. Wat ga je nu doen? We gaan nu de dieren gaan we lekker voeren. Want ze krijgen natuurlijk een verrassing voor hun dierendag nog. Hè? Die hebben ze nog te goed vandaag. Ja, een beetje verlaten dierendag, hè? Dat kan de boerderij ook. Ja, maar nu kunnen er heel veel mensen bij zijn. Dat is wel erg leuk. Ja, nu gaan we niet wachten. Kom maar, dames. Kijk eens. Een feestmaal. Extra dingen gedaan. Druk? Is het zoals je verwacht hebt of niet? Ja, het is heerlijk. Het loopt lekker door. We hebben genoeg mensen. Het is mooi weer. Dus wat willen we nog meer? Ja, kinderboerderij ook alles goed? Ja, alles gaat goed. Ja. Ja. Nieuwe hokken gemaakt? Ja. We hebben een mooi dak gemaakt bij het Konijnenplein. We moeten nog nieuwe konijnenhokken maken. Maar de eendenweide zijn we een heel eind mee. En ja, iedere keer weer een beetje. Hè? Zo eenzaam dat wees. Nee, kijk nu even. Spiegeltje. Kijk. En denkt hij dat er nog eentje kooitje zit? Leuk. Oh, dat is leuk. Hey. 4 oktober, dierendag. Waarop je zus extra mag verwennen. Het paard, de duiven, de marmot. Ze komen allemaal vandaag aan bod. Omdat het van die lieve schatten bennen. Kom dan bij Baasje. Kom dan. Ja, dit is een grote. Ja, dit is een grote.